Ik heb vandaag mezelf laten 3D printen. En ja, het is nu, hij is nu aan het printen en volgens mij is hij bijna klaar. Ja, ik vind het geweldig. Het is echt heel leuk. Ik heb heel veel mensen ontmoet. Ik hou zelf heel erg veel van Amerika. En er zijn ook mensen uit Amerika gekomen die, waar ik echt ja, praatjes mee heb gemaakt en zo. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Wilma Jurg, directeur van het Makersfestival. Wat is er hier vandaag op het Indië-terrein aan de hand? Op het Indië-terrein zijn vandaag de Play and Learn dagen. En dat betekent dat we in de ochtend hebben 600 leerlingen van allerlei scholen uit Almelo hier gehad. En die hebben aan heel veel workshops meegedaan, hebben dingen gemaakt, hebben dingen beleefd, hebben ervaringen opgedaan, daarover gereflecteerd. En in de middag hebben we een mini-makerfestival en dat is open voor publiek. En nou, daar kunnen jonge kinderen, maar ook oudere mensen allerlei activiteiten ondernemen. Variërend van het programmeren van robots, het leren 3D-printen, het leren scannen van een hoofd, het leren maken van tassen van oude paraplu's. Eigenlijk heel breed. Ik ben eigenlijk heel erg trots op de technologie van tegenwoordig. Ga je zelf de techniek in? Nou, net iets ernaast. Ik ga bezig met computers, ICT, MVI oftewel MVI, ja. En ik ga de computerwereld in, kijken hoe, leren hoe computers werken, programmeren. En ja, programmeren en zo, hè. Maar wat vond je nou het meest interessant hier? Toch wel de 3D-print. Dat vond ik toch het meest interessant. Dankjewel. Alsjeblieft. Het grote festival is in Enschede. Het festival is zaterdag en zondag. En ja, daar is eigenlijk een veelvoud van wat er hier vandaag te doen is, is daar een veelvoud van activiteiten te zien. Het is nu het derde keer dat we het organiseren. We zijn begonnen in Hengelo. Het tweede jaar hebben we in Enschede gedaan. En nu hebben we besloten, we heten Makersfestival Twente en we gaan heel Twente overnemen. In Enschede waren afgelopen jaar, als je ook de onderwijsleerlingen meetelt, rond 11.000 bezoekers. En wij verwachten dit jaar daar ver overheen te gaan komen, omdat we alleen vanuit het onderwijs al 2.500 leerlingen hebben. We hebben twee middagprogramma's, één in Almelo en één in Hengelo. En dan hebben we een heel grote, we hebben een enorme ruimte, 2.500 vierkante meter, in de Polaroid in Enschede.